Erg steil, jongens. Erg steil. Honderden meters omhoog uit het dal. Dit is Tende. Tende bedoel ik, op zijn Frans. En ik ben hier omhoog gegaan. Ik dacht er eerst om zo te gaan, maar ik denk nee, ik ga toch zo. En dit gaat alleen maar omhoog, 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 omhoog. Heel steil. En dan sta ik nu hier. Nou jongens, het is maar mooi dat ik die sneeuw langs de kant van de weg gevonden heb. Want verder was er echt helemaal niets te vinden qua water. Oké, mensen. Het is dus heel veel sneeuw. Dat de afgelopen, het einde van de winter, nog eens gevallen is. Oftewel, met een t-shirt, korte broek. Dat was eigenlijk te gevaarlijk. Van bovenaf naar beneden. Ik dacht eventjes van terugkeren, joh. Dat was zo steil. En beneden van die stukken met rotsen, weet je wel. Was het toch een uitgeleide maak, joh. En ben je er geweest. Boeh, blij. Blij dat ik beneden ben. Oh, jongens. Nou, ik ga alvast dat deeg maken. Dan kan het tijdens het wandelen, kan het reizen in de rugtas. En wat ik nu heb gedaan, is in plaats van dit stokje, want ik had altijd zo'n stokje. En dat je, dan kun je zeg maar de hoeveelheid water goed afmeten. Dat is toch lastig te zien. Dus ik heb dit dingetje gekocht.
En dat is wat duidelijker te zien hoeveelheden. En dat mikt ontzettend nauw hè, met deeg. Dus ik heb er wat water in gedaan. En dan gaat er ook nog, want ik heb los. Hier zit dus bananenpoeder in en rozijnen. Maar ik heb los, heb ik ook nog eens stukjes appel meegenomen. Goed, dat de bodem, want op de bodem zit het water. Dus daar moet dan vooral goed geschraapt en geduwd worden. Nou, maar een beetje in porties beetpakken. Het krummelt er langs, hè? Dat is echt wel een beetje lastig soms. Dit zijn dus vier bolletjes. Hier ben ik dus gisteravond gestart. Toen ben ik zo gelopen, zo. Hier langs. Toen hier naar beneden. Dan pak je aan op die GR volgens mij. Hier verder naar beneden. In het dal aangekomen. Van het masker allemaal vreemde muurtjes en soort van bruggetjes. Een heleboel bruggetjes. Geen idee waarom. Maar wel een mooi gebied. Hier omhoog. Toen ben ik. Deze genomen, niet deze, maar deze. Daar kom ik iets boven het meer uit. Langs het meer gelopen. Hier nog even uitgerust. Hier begon het weer een beetje slechter te worden. Het klaarde daarna weer op. En toen verder. Toen dacht ik van, weet je wat? Ik wilde eigenlijk eerst hier zo naar beneden gaan. Toen dacht ik van, nou weet je wat? Ik ga hier omhoog. Op de pas. En hier kwam dat hele steile stuk naar beneden, ook over de sneeuw. Ik ben hier een bochtje omgegaan en ik sta nu hier, hè? Hier sta ik nu. Het borrelt lekker. Nou ja, ik kom dus daar vandaan. Oh, vergroten lukt niet en zo. Dus daar kom ik dus vandaan. En het is aan de overkant, loopt dat GR-pad. En dat is nogal een stoet aan mensen. Het lijkt wel een beetje gekarameliseerd door al die vruchtentoestanden. Want er zit nu dus in. Rozijnen, appel en banaan. Maar absoluut heerlijk. Ze smaken echt lekker. Het zweet stroomt van mijn lijf. Ik ben echt klets en kletsnat. En warmer het is. Ik loop nu gelukkig door het bos. Naar beneden ging een stuk door open terrein. Nou, dat was even flink zweten, zeg. Poepoe.
Wat? Hoe dan? Hoe dan? En toen? Het is inderdaad zo dat deze weg is volledig weggeslagen en is gigantische kou ontstaan. Ik kan eigenlijk weer gewoon tempo maken. Nou, daar gaat hij. Het houdt niet op met de obstakels. Man, man. En toen ging het licht uit. Dus ik heb spullen hier een beetje neergelegd op een randje. In nogal steil bos. En hier moet geslapen worden. Het is niet anders. Ja, hier stond het tentje. Dat zag je wel met die foto, met die bergen. Hier, hè, dus de vorige dag dus hier naar beneden gegaan over die steile besneeuwde pas. En toen vanaf hier zo gegaan. Ik heb gekeken of ik hier omhoog, ik heb een poging gedaan om hier omhoog te komen. Maar ik zag alleen maar mensen met stijgijzers en pikkels omhoog gaan. Dus die waren goed voorbereid. Ik denk, ik wil niet nog een keertje in zo'n situatie als hier terechtkomen. Dus ik ben maar doorgelopen hier naar beneden. En toen ben ik hier omhoog gegaan. Het was warm. Zeker weten. Zo. Hier had je het uitzicht op die bergen. Naar beneden gegaan. Naar het bos. En toen heb ik dat paadje hier genomen. En ik heb via de app... Klopt allemaal wel, heb ik dit gevolgd. Nou, en hier bleek al snel dat hier allerlei toestanden waren, omdat hier dus de weg was weggeslagen. Dat zag je op verschillende plekken. En ik ben doorwezen lopen in de nacht om water te vinden. Maar ik kon hier, ja, het was hier volgens mij. En ik kon hier dus nergens water vinden. Dus ik denk, nou weet je wat, ik stamp gewoon door hier naartoe en dan ga ik hier wel naar beneden. Maar dat is dus niet gelukt, omdat hier ergens het lampje uitging. De batterij was op. Dus dan heb ik hier dus ergens op een hele steile helling moeten verblijven. Een beetje kunnen slapen. En toen weer verder hier naar beneden. En hier is Saint-Martin-Vésubie, het eindpunt.